ondertiteld worden, kunnen we niet verstaan. Blinker. Witsche schept de bal over Hofman. Feyenoord gooit natuurlijk. Witsche. Met God verlengd. Daar is Kieprieg. En daar is Van Grinsven. Goeiedag, wat een dot van de kans voor Jozef Kieprieg. Sterk moment van Feyenoord. Met God die goed verlengt. En Kieprieg, ja, die moet die bal binnenkoppen natuurlijk. Beide voormalige Ajaxide. Visser stuurt Meijer weg. De kans voor Erik Meijer op een belangrijke goal penalty. Overtreding van Van Gobbel. Gele kaart natuurlijk ook. De 89ste van Jol dit seizoen. Meijer die ontsnapt aan de dekking van de Wolf. Geen buitenspel. De razendsnelle Van Gobbel komt in zijn buurt, haalt Meijer onderuit en de penalty. Een heel belangrijk moment in de Nederlandse voetbalcompetitie. Voor MVV tegen Feyenoord. Nog eens kijken naar dit moment. Meijer is weg. Van Gobbel in de achtervolging. Meijer wil scoren, Van Gobbel haakt hem. Meijer geblesseerd. Dus dat moet winnen vanavond om uitzicht te behouden op de titel. Dat weet Ed de Groei, de doelman van Oranje. MVV dat moet winnen om uitzicht te houden op Europa Cup voetbal. Langkoor op de paal. Goeiedag zeg. De spanning is Roberto Langkoor te veel. En hij trapt de penalty op het aluminium naast Ed de Groei. Ze schept voor Kieprieg. Witsche. Visser, hard aangepakt door Bos. En Bos krijgt de 90ste kaart dit seizoen. Geel van Dick Jol. Is heel boos. Vindt dat hij genaaid is door Visser. Maar Jol is buitengewoon gedecideerd. En slingert Bos erop. Emotie, woede bij Peter Bos. Hier zien we dat moment. Visser. Ja, er gebeurde inderdaad niks. Dus de boosheid van Bos kan ik me voorstellen. Jol die tot nu toe foutloos floot. Maakte dus zijn eerste foutje. Goeie boos op Jol, die de vaart uit het spel haalt door de doeltrap over te laten nemen. En vaart, tempo heeft Feyenoord nodig. Witsche, Kieprieg. Taument, achter Reinders langs. Taument, Kieprieg. Mooi meegenomen, prachtige actie, Jozef Kieprieg. Een wereldgoal, de 17e voor de fans. Jozef Kieprieg, de magiaar, de man van de poesta's, de onbegrepene vaak, brengt met een schitterende actie de fans in extase. Zet de combinatie op met Taument
achter zijn standbeen langs. Reinders wegstuurt. Hard aangespeeld, Kieprijk. Goed meegenomen. Slalom door de verdediging. In de korte hoek. Feyenoord op 1-0 in de Geuzelt. Een droomstart bij het begin van de tweede helft. Een schitterende goal. Wie anders dan Feyenoord topscorer Jozef Kieprijk. Hij steekt het vuur aan. Zijn 17e competitiedoelpunt. En hoe belangrijk zal die zijn? Ja. Derde kaart van de wedstrijd. De 91ste dit seizoen. Willem neemt een trekkie en coacht. Obiku. Raakt Hans Visser. Excuseert zich en gaat ook op de bon. Vier Feyenoorders op de bon. En als de tuchtcommissie die zaken deze week nog behandelt, dan moet Feyenoord maandag gehavend naar Groningen. En is het misschien nog niet beslist. Hoort erbij dit spelletje. Het spelletje tijdrekken. Voor MVV is de wedstrijd gedaan, is het seizoen over. En voor Feyenoord zijn de belangen enorm. En dan moet je het aanvoelen. Van Loen mag door, geen buitenspel. Wordt het dan 2-0 of legt hij het probleem op de schoen van Blinker? Blinker trapt de tweede treffer binnen. De bevrijdende goal voor Feyenoord. En de fans gaan uit hun dak. Het veld. Goeie actie van Van Loen. Die breed legt op Blinker. 2-0 in de 51ste minuut. En ze zijn blij. Hij durfde het toch niet zelf. John Van Loen legt de bal breed. Blinker. Feyenoord wint 2-0. Dat is inmiddels wel duidelijk. Een paar supporters komen op het veld. Maar daarmee heeft de situatie redelijk onder controle. En hij zit er doorheen, Twan Schepers. Met hechtingen in zijn bebloede hoofd kwam hij terug. MVV, dat in de eerste helft een penalty kreeg en een miste via Langhoorn, krijgt hier dan toch klop van een super gemotiveerd Feyenoord. En dan fluit Dick Jol voor het einde. Wint Feyenoord hier in de Geuzelt met 2-0. Is Willem van Hanegem blij. En houdt Feyenoord dus, nu het voor het eerst koploper is, dit seizoen in de PTT Telecompetitie, houdt Feyenoord dus de kans op een hernieuwd kampioenschap in eigen hand. Daarvoor moet het zondag in Groningen eigenlijk winnen van FC Groningen in het Oosterpark.